Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga de open maand reading doen voor het sterrenbeeld Tweelingen. Herken jij je er nou in? Dan is het helemaal prima. Herken jij je er nou niet in? Dan is het ook geen probleem, vandaar dat het ook de open maand reading is. Deze reading staat ongeveer voor de komende 2 weken. En rondom 1 november komen weer nieuwe maandreadingen online te staan op mijn YouTube kanaal. Dus we gaan kijken, tweeling, hoe sta je er op dit moment in je leven? Gaat het juist goed met jou? Of juist helemaal niet? Voel jij je lekker in je vel? Of zit je misschien even in spanning, angst? Of waar zit je met je werk, met je relatie? We gaan het zien. Dus de open maandreading voor het sterrenbeeld tweelingen. Wat er als eerste uitvalt voor jouw tweeling is financieel goed bezig om zoveel mogelijk goed voor jezelf in balans te houden. Mensen losgelaten die te veel van jou wilden profiteren of misschien te veel energie bij jou wegnamen of waarvan jij voelde van die zijn niet open en eerlijk naar mij. Daarnaast speel je heel duidelijk met momenten de dwaas. En dat wil zeggen dat jij je met momenten juist op een goede manier van de domme bent aan te houden. En om te zeggen, te denken, te voelen van ik ga hier even niet op in. Ik houd het even juist eens wat meer voor mijzelf. Het enige waar je wel even wat meer aan moet werken de komende periode is het geloof in jezelf. Dat ben je waarschijnlijk door bepaalde situaties even kwijtgeraakt. Dat kan. Er wordt aangegeven dat je wel moet durven te gaan voor meer succes, meer nieuwe vormen van opbouw op materieel gebied, werk, carrière. Durf weer te kijken naar uitdagingen. En ik begrijp dat het voor iedereen in deze tijd moeilijk is, maar probeer het wel te doen. Verlies je eigen kracht niet. Helaas is het vaker zo dat tweelingen vaker het moment van dualiteitsproblemen hebben. Je of te veel in een ander te verplaatsen, of te weinig in een ander te kunnen verplaatsen, of zelf met momenten in tweestrijd te staan. Je bent een luchtteken, dus hoge bomen vangen veel wind. Dus probeer daar een ruimte in te nemen voor jezelf en ga niet meer in strijd met anderen, wat ik al zei. En als je erop uitgaat en je durft weer meer te ondernemen voor jezelf dadelijk, is het gewoon belangrijk om goed je grenzen aan te geven. En misschien ook juist eens even bewust bepaalde gevoelens ook weer af te sluiten. Van onzekerheden, angst of spanning. Probeer dat tweeling aan te werken voor jezelf. Want er komt in de algemene vorm best wel weer meer een vorm van balans bij jou terug. Dus daar ben je goed mee bezig. En je gaat je eigen huis, haard, keizerrijk, wat dan ook, ga je op een andere manier krachtig kunnen opbouwen. Onderschat jezelf daarin niet, onderschat je kunnen daarin niet, moet ik je even zeggen. En je wilt misschien ook weer met andere mensen op een andere manier gaan samenwerken. Of samen dingen gaan ondernemen. Je hebt niet echt meer een behoefte eraan om alleen te willen zijn. Vertrouw erop. Volg je gevoel. Alles in balans zetten. En je behaalt je overwinning. Je behaalt een heel duidelijke overwinning. En je krijgt daar ook steeds meer de energie en de kracht voor om het te kunnen doen. Misschien ook heel goed om te gaan met vuurtekens, ram, leeuw, boogschutter. Deze kunnen jou veel brengen. Of aardetekens, stier, maagd, steenbok. Wat ik al zei, grensbepalend bezig.
aan gevoelend denken en balans. Maar dit staat ook letterlijk in meerdere stukken van jouw energietweeling voor een nieuw begin wat je graag wilt gaan maken. En het moet je lukken. Het moet je gewoon gaan lukken. Probeer zo te denken, te voelen. Het moet je gaan lukken. Je komt er wel uit. Bij soms wat onrustig in de avonduren, probeer dan meer eens even een ontspanning te zoeken in meditatie of yoga of andere vormen van spiritualiteit. En weer een stuk van, je wilt je niet meer laten raken. Je wilt je niet meer laten pijn doen, dat is genoeg geweest. Het kan wel zijn dat mensen met wat minder bij jou weer gaan aankomen, dat ze jou weer gaan benaderen of misschien een stukje hulp, aandacht, zorg, wat dan ook nodig hebben. Ga er goed naar kijken, maar bekijk het ook vanuit een andere kant, vanuit een andere richting. Denk goed aan jezelf. Weer grenzen. Soms krijg je misschien nog momenten erin dat je denkt van, hey, ik sluit hier even mijn gevoel in af. Want je wilt heel duidelijk nogmaals voor jezelf de magier manifesteren. Je wilt manifestaties maken voor jezelf. Dat vind je erg belangrijk voor de komende periode. Dus ga daarmee aan de slag, tweeling. Oké, duidelijk. Dan gaan we kijken naar de tweeling die single is. Sta je open voor de liefde op dit moment of juist helemaal niet? Wil je misschien teruggaan naar een vorige relatie? Of ben je misschien gisteren iemand tegengekomen? We gaan het zien. Tweeling die single is. Eén keer. Als eerste valt dat je er wel met je gevoel steeds meer voor open staat en dat je ook vanuit je gevoel best wel er veel voor wilt gaan ondernemen. Je hebt zoiets van, je hebt een aantal zaken voor jezelf al goed opgebouwd en je gaat zeker naar een vader, maar je wilt graag in de liefde verbinden en een nieuw begin maken. Dit kan een ram, leeuw, boogschutter zijn, of een kreeft, vissen, schorpioen, vuur- en watertekens. Je hebt wel de gedachte en het gevoel erbij van, het moet wel een samenwerking zijn. Het moet wel een gevoel zijn van samen uit, samen thuis. Voor minder ga je het namelijk niet meer doen. En dan krijg je, als het goed voelt, ga je ervoor. En dan krijg je ook in de algemene vorm weer meer het geloof in de liefde ook weer terug. En blijft ook in de geloven staan er ook voor open. Algemeen. En je hebt ook de wens, de gedachte, dat de persoon waar je mee gaat verbinden, ook bezig is, ook creaties maakt, ook ondernemend is, of ook een goede baan heeft, of het ook zaken goed op orde heeft. In die nieuwe relatie, waar je voor open staat, is het wel belangrijk, tweeling, dat je goed je oude ballast vanuit vorige relaties van je af gaat zetten. Dat heb je niet meer nodig. En dat moet je gewoon stap voor stap doen en in al je rust. Ga nooit te snel, dat is nooit goed. Hoe verliefd je ook kan worden. En dan komt er een zonnige, mooie periode voor jou aan, tweeling. Dus dat komt wel in orde met jou. Dan gaan we kijken voor de tweeling die in een relatie zit.
Sta je daar goed in met momenten of voel je je juist alleen? Heb je zoiets van ik ben hier alles alleen aan doen? Of we werken toch samen als een team en als een gezin? Tweeling in relatie. Belangrijk in je relatie, tweeling, om ook in je rust te blijven. Niet te veel in één keer te gaan investeren. Niet in één keer te veel geld uit te gaan geven. Maar beiden op een goede manier blijven creëren, blijven werken aan de zaken van wat jullie graag willen. Je wilt wel door met deze persoon, je wilt wel verbonden blijven. Dat is wel je wens, dat is je gedachte. Want er komt toch wel heel veel nieuws en positiviteit binnen. Samen steeds meer het oude. Afsluiten. We zijn samen gesprekken gehad van we willen wat nieuws gaan ondernemen. Ook dat mag. Misschien een verhuizing. Waarvoor ik daar een goed gevoel tweeling wordt aangegeven. Erg beschermend naar gezin of kinderen. En in je relatie vind je het ook heel erg belangrijk om de vorm van. Zelfs als een single tweeling vind je het ook in je huidige relatie heel erg belangrijk om de vorm van gelijkwaardigheid te behouden in het gevoel in deze periode. En nogmaals, samen best wel een goede opbouw aan nieuwe manifestaties maken, maar vergeet nooit waar het goed gaat. Kunnen de duivels op de loer liggen, kunnen altijd mensen om jullie heen zijn die weer negatief zijn. Of dus jullie in willen gaan staan, of het jullie niet gunnen. Laat deze los. Het kan zijn, omdat de duivel rechtop valt, kan zijn dat jullie daar binnen een korte periode mee te maken gaan krijgen, of misschien al mee te maken hebben. Maar vergeet dan niet weer de magier, ook in deze legging voor jou, dat je alles kan manifesteren, dat je alles kan draaien. En niet ervoor wegvluchten. Maar gewoon in liefde loslaten en doorgaan op jullie eigen weg. Dat is algemeen belangrijk, tweeling, om dat goed te ondernemen. En niet zomaar alles te delen wat jullie bezit is. Zorgzaam voor het gezin is erg belangrijk. De balans houden in het gezin. En dan krijg je ook wel de kracht en de energie voor, tweeling. Vertrouw daarop. Er liggen echt heel veel goede zaken in deze legging, in deze reading voor jouw tweeling. Dus je gaat eigenlijk best wel sterk een goede kant op een verandering maken. En heel erg goed bezig, moet ik zeggen. Mooi. En hou die gedachten samen uit, samen thuis. Onder op het dek, de kaart van de spiritualiteit, de ster. Je vindt het erg belangrijk om de helderheid dus ook in alles te behouden in jouw leven nu. Goed, tweeling. Mooie reading tot nu toe. Dan mag je een duidelijke vraag stellen voor jezelf, tweeling. Daarbij neem ik dan een inzichtkaart en dat is dan je antwoord. Dus, tweeling, stel je vraag. Jan antwoord op je vraag, tweeling, is... Ik ontdek dat hoe meer ik mijzelf uit vrije wil geef in dienstbaarheid, des te meer mij gegeven wordt om te geven. Dat is een belangrijke kaart waar je eens even goed over na moet denken. Mooi om te zien. Ga zo door.
tweeling, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je de video mooi vond of de reading mooi vond. Laat even een reactie hieronder achter wat je ervan vond. En abonneer je even op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Hai hai.